Yo, kijkers van Griezertel, grapjes zijn leuk. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we een challenge doen. Hoe heet die? Papa, hoe zullen we hem noemen? Challenge. Het is meer gewoon voor de leuk. Like en abonneer even op dit kanaal en dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwe video's. Oké, dus wat we gaan doen is, papa... Dit is, we gaan in de wereld... Kom dan in de camera. Oh. We gaan vandaag een kijkje nemen in de wereld van de hoofddeksels wereldwijd. Toch? Ja. Ja, nou, is toch zo? Het gaat als volgt. Ik ga een hoed opzetten. Wou ik even zeggen. Ik ga dus een hoed opzetten en ja, jullie gaan zien hoe dat eruit zal gaan zien. En met uitleg, hè? Ja, met uitleg. Dat doe jij. Waar het vandaan komt. Goed, nou, eerste hoedje. Oké, wat zal ik eens doen? Shit. Ja, ik begin met dit. En daar komt ie. Ta-da-da-da. Wat is dit? Dit is een hoedje. En die komt uit Indonesië. En wel van de moslimkant. Dus het is een Indonesisch hoedje die moslims dragen. Ik denk een zondagshoedje. Het zondagshoedje van de... Doe mij maar iets anders. Moskee, hoedje zondag. Zo. Uit Indonesië. Dat was hoedje 1. Wat krijgen we nu? Hey. Doe jij eens even lekker normaal, jongen. Heel de tafel. Ja, maakt niet uit. Dat doen we zo. Geef niet. Mensen. Hoedje nummer 2. Die ga ik nu even verkeerd opzetten, want anders zien jullie hem niet. Want hij hoort hier te zitten. Oh, wat een draaikant. Oh, dat kan ook. Dus ik zet van de zijkant. Oh ja. Nou, hoedje nummer 2 is het Joodse... Ah, het is dit ouwe. Het Joodse keppeltje. Zie je, die dragen de Joden altijd, gewoon altijd. En dat moeten ze ook. Zie je? Dus die komt uit Israël. En eigenlijk over de hele wereld dragen ze die. Oh shit, bedankt voor de camera. Iedereen die Joods is, kijk, zie je hem niet, omdat je hem achter op je hoofd... En zo hoort hij ook te zitten. Zo niet. Maar, ik ben Joods. Ja. Dus, dat was hoedje nummer 2. Dit is het gewone doordeweekse keppeltje van de Joden. Wereldwijd. Wacht even. Oh. Ik ga zo even de video weer doorgaan. Door met hoedje nummer 3, ja. Jullie zien me nu waarschijnlijk wel beter, want ik heb de camera even wat anders gezet. Ja, kan die? Ja, die kan. Oké. Het volgende hoedje. Het volgende hoedje is, ik weet niet hoe het heet, maar het is een beetje, ik denk hindoe-achtig, van de hindoes. Ja. En het komt uit, ja, waar leven die? Die leven we ook overal, eigenlijk. Dus, maar in ieder geval uit Azië. Doe het! En het is een hele mooie, het lijkt wel een prinsenkroon. Wat de hek is dit? Kijk, er zit geen bovenkant in. Ziet je? En het is een hele chique, mooie... hindoe. Even de zijkant. Ik vind hem zelf heel mooi. Heel chic. Ja, ik vind er niks aan. Ja, ik vind mijn pet ook mooier, maar ja, het is wel heel chic. Hindoe is ook Aziatisch, komt uit Azië. Hoedje nummer 0. Hoeveel hoedjes? Nummer 4! Daar hebben wij nogmaals het Joodse keppeltje. Dit is de chique. Die andere was de doorweekse. Ik zal hem even omdraaien. En dit is de chique. Kijk, die heeft mooie gouden draadjes. Ietsje zo, dan kunnen ze het beter zien. Zie je? Mooie gouden draadjes. En heel chic. Dat is voor de bar mitzwa. De wat? En de Hanukkah. Ja, dat zijn Joodse feesten. Ik weet zelf de... Bar mitzwa. No. Bar mitzwa is als je volwassen wordt als man, als jongen. Doe je mee. Geloof ik. En Chanukah. Chanukah? Ja, dat is net zoiets als kerst. Wat bij ons kerst is, dan hebben we een Chanukah. Oké, volgende hoedje nummer 5. Chanukah. Oké. Okay. Nou, deze is echt lachen.
Komt ook uit Indonesië. Nee. En die moet jij van nee. mij nee. vandaag de hele dag onthouden. Nee, nee. En nee. dan gaan we mee het dorp in. Stad in, whatever. Ja? Beloof, hè? Ja, maar we zien wel. Okay. Ligt eraan wat nou, het is. Mensen, daar komt hij. Dit is echt lachen. Nou. Oh, wow. Oh. Ik weet het ook al. Ik denk het ook. Er zit een heel raar dingetje op je voorhoofd. Kijk dan. Nee, dat ga ik niet doen, hè. Kijk dan, van de zijkant. Dat is een soort piebelhoofddeksel. Kijk dan. Dat valt me nog mee als je hem op hebt. Nou. Maar ja, dit komt ook uit Indonesië en vraag me niet waarom ze dit dragen. Maar dat dragen ze dus. Het heeft gewoon een niks soort met piemel op je voorhoofd. Het weg ermee. Volgens mij niks met geloof te maken. Alhoewel ik wel geloof dat meer die moslims hem dragen dan de rest. Volgende! Dus. Nou, dat is de laatste. En dat is de mooiste ook meteen. Oh nee. Want die draagt ze ook in Azië, maar dan meer China en dat allemaal. En die zie je veel op de rijstvelden, waar ze rijst plukken en zo. En die is vooral tegen de hitte. Ik weet het al. Dus die is echt bedoeld om, en die is heel mooi gemaakt. Nee. Nou, mensen, nee. daar komt hij. Ik weet het al. Hoppatee. Nou, is dat chic? Mooi, hè? Ja. Zoals jullie kunnen... Wacht. Dat is wel mooi. Kijk, zie je dat? Laat hem trek me eens naar achteren, papa. Oh ja. Ja, stop. Nou, hij is best wel mooi. Heel mooi gemaakt. Ja, ik vind hem mooi. Dan moet je ook even de binnenkant. Want daar zit echt een kop, een dingetje in. Zie je? Dit. Kijk zo, dan kun je beter zien. Dit. Moet je je hoofd insteken. Op je hoofd. Dus het is niet dat hij op je hoofd ligt, maar er zit een soort hoedje in die hoed. Dus het zit nog, het zit op zich nog goed dan. Dus. Nou, vond jij deze video nou leuk? Ja, wat vinden ze leuk? Wat? Ja, ik weet niet wat hun leuk vinden. Ik vind dit leuk. Vond je deze video nou leuk? Wat dan? Dan geef een like. En abonneer je. Op GZL. Want mijn boy hier, mijn zoon, die wil zijn eigen kanaal en zijn eigen volgers. Dus... Ik heb al een kanaal. Ja, nou die heeft zij. Ik heb alleen nog volgers nodig. En wil gewoon volgers hebben. Dus mensen, doe mij en mijn zoon een plezier. En volg mijn zoon. Later!